Hallo mensen, hallo. Welkom bij weer een hele nieuwe video vanaf het hele mooie Center Park. Allgooi. Ja, we gaan onderweg. We hebben vandaag iets speciaals op de planning staan. We hebben niet veel vlogs hier opgenomen, maar dat is ook eigenlijk niet nodig, want we hebben al heel veel op beeld staan hiervan. Maar één ding waren wij vergeten de laatste keer en dat gaan wij vandaag opnemen. En dat is voor heel veel mensen interessant, want die willen dat heel graag weten. Er zijn veel vragen over. Ja. Veel vragen naar. Ja. Dus mensen, doe alvast een duim omhoog. En blijf kijken, dan zie je het vanzelf. Nou ja, het zal ook wel in de titel hierboven staan. Maar goed, blijf gewoon lekker kijken. Dan zie je alles wat wij ook gaan filmen dit keer. Chris heeft trouwens weer de bril op. Dus die gaat ook een stukje met de bril filmen. En ik film gewoon met de normale camera. En ik zal ook proberen een paar foto's te maken. Komt allemaal goed. Blijf kijken. Tot zometeen. Tot zometeen. We zijn er bijna. Een klein stukje. Haha, dat is niet zo ver weg, hè? Nou, wat spannend. Ook voor ons, want we hebben het volgens mij ook toen niet gezien. Deze nog niet, nee. Nee. Dus dat wordt voor ons ook best. Het schijnt gigantisch te zijn. Maar goed, het komt allemaal. En tipje van de sluier, het is in de Market Dome. Ja. Die zien we nou. Dus blijf gewoon kijken. Ja, niet in de Market, bij de Market Dome. Bij de Market Dome. Nou, eigenlijk onder. Onder de Market Dome. Nou, en, dat weten al veel mensen wat het is. En onder het zwembad. Ja. Maar ja, zoals ze weten, het staat het ook in de titel erboven. Ik hoop voor jullie dat wij, daar wil ik ook zelf ook heel graag dat we bij de vissen mogen kijken, bij de tropische vissen. Ja, dat hoop ik ook. Aquarium. Dus misschien is dat mogelijk. Gaan we even vragen. Misschien willen ze het ook helemaal niet, weet ik niet. Ik denk het wel toch. Ja. Nou, we hebben al in ieder geval hier in onze parking space. Oh, hier is een plekje, hier is een plekje. Oh. Ja, maar daarvoor is daarvoor is een plek. Nou, dan gaan we daar even staan en dan komt het goed. Ik zie de regionale markt is ook weer bezig. Dit is het grote ding. Ik weet niet hoe lang deze vlog wordt, maar dat zien we vanzelf wel. Nou, waar wou je hem dan zetten dan? Hier ertussen dan maar. Oké, doe maar. Kan het gewoon? Ja hoor, voor mij wel. Ik stap er vast lekker uit. Zo. Het is niet een hele mooie dag vandaag, maar ja, dat heb je ook niet nodig, hè? Als je achter de schermen gaat. Oeps, wat zeg ik nou weer allemaal? Zullen we dan maar? Ja. Naar de receptie. Nou, hebben ze toch nog een stukje Doma? Oh, daar ben je. Hier ben ik. Hebben ze toch nog een stukje Doma? Ja. Nou, kijken of hij ons al opwacht en dan zullen we het zo weten. Het is wel druk hier met de buggies. Ja. Ik denk het ook, ja. Hij wacht ons al op, we kunnen naar binnen. Ga je mee? Chris, je wens komt uit, we gaan naar de vissen. Ja. Dat was makkelijker. Ja. Hoeven we niet door het zwembad, gaan we lekker achterdoor. Tussen de buggies door. Veel makkelijker. Zo, hoekpaal. En zo ziet dat dan uit als je achter het scherm loopt. Of piranha's. En dan daar zo'n zwembad. Kijk, dat zijn piranha's. Dat is groot, dat had ik niet verwacht. Ze doen niks. Krijg genoeg te eten. Dus door naar de andere kant. Mooi over ons Duits verder praten. We zullen het voor jullie gewoon in het Nederlands doen. Kleine visjes, zie je dat? Nee. Hebben we het hier gezien? Kunnen we door? Grote haai hier hoor. Kijk, dan gaan we mooi deze kant op. Makkelijker.
hierdoor. Kijk of het open is. Yes. Zo. We zijn bij de visruimte dan. Kijk, we hebben hier nog een paar visjes. Dan staan we in één keer weer buiten. Het gaat snel. Toch, Chris? Dat gaat snel, hè? Zijn we in één keer weer buiten? Ja. Echt zo'n apart gedeelte voor die vijf. Ja. En nou de pompenruimte. Dat is toch wel leuk eventjes, hè? Ja. En nu gaan we inderdaad naar de catacomben. Kijken hoe het daar is. Ja, very deep. Oh, flink diep. We gaan er onder het water. Ja, dat is klein, hè. Jezus. Kijk hier dan. Wie vielen van deze sint daar? Van die vissen? Ja. Dit zijn dus inderdaad de ruimtes. En zo gaat het om en neer. Een stukje groter dan laatst, hè? Chris? Een stukje groter dan laatst, hè? Een stukje groter dan laatst, ja. Nou, gaan we door. Oh, we zijn er nog niet. Ja, dat merkt men nou. Zo, kijk dan hier even rond. Dat is voor de verwarming. We komen dadelijk daar uit, denk ik. Goed, hè, Chris? Je kunt wel mooi rustig rondlopen zo, hè? Je kan maar schön doorlopen zo. Ja. Ja. Nur das Wasser im Kreis drehen. Oh. Die machen nichts anderes, die Wasser im Schnellbecken und wieder raus. Wieder rein, wieder raus. Dat zijn dus twee pompen wat dus eigenlijk alles circuleren van het volle vlak was. Alleen dat doen ze, alleen maar rond circuleren. Maar best groot, hè? Wie viel wassen zit in dat zwelle? Wellenbekken. Ja, dat zwellenbekken. 6000 kubieke meter. Oh. 6000 kubieke meter water zit erin. Dus reken maar uit. In het kolkswakbad. Kijk nou allemaal. Dat is de wind naar de wand. Die pompen maken de wind naar de wand. Zes pompen? Zo. En dit is dus voor de wildwaterbaan. Hij draait hier op 6 pompen. Voor de mensen, hij draait op halve kracht. Hij is al wild. Heel wild is hier. Maar ja, het is ook het grootste van Europa, hè? Ja. Maar dit is wel leuk om te zien. Zoiets. Hier kan je erin kijken als het goed is. Ja, kijk. Het is de start van de wildwaterbaan. Mooi zuiver. Dit zijn volle slagbadmachines. En die zorgen dus voor 1, 2, 4 flessen erboven. En dan krijg je volle.
deze deur altijd dicht blijven. Hoppa. Kijken hoe we dat doen. Hier nog zo'n kijkraampje. Hier nog zo'n. Mooi naar binnen kijken. Er zitten buffers. Mooi erin kijken, hè. Oh. Ja, daar ligt van alles in. Oorbellen. Dit is dus het onderkant van het Kolfsbergpad. Je kunt er zelfs onderdoor lopen, zo te zien. Kijk dan. Ja. Als die nou kapot gaat, dan krijgen we een natte voet aan. Maar dit is dus de onderkant. Zeer apart. Hier kun je dus gewoon onder het zesnacht. Hier kun je dus nog zelfs onder het zwembad lopen. Onder het golfslagbad kruipen. Daar zit het altijd. Je studeert genaamd in de hoogte. En dan staan we onder het buitenbad. Dat zijn deze hier allemaal voor. Kijk dan. Het is wel gaaf hoor. Ja. Moet dat iets voor? Die luchtmassa rukt op. Oh. Also wenn es jemand retten sollte, dann können wir hier Löschwasser entnehmen und dann haben wir hier eine Hebeanlage, die das alte Wasser wieder wegschafft. Dus wenn all das Wasser raus muss, dann ist das. Na, das ist... Dann können wir alles wieder hier rausschieben. Ja. Dus dat is eigenlijk voor het zwembad leeg te maken. Grappig. Zeer groot hier. Dat is een van de grootste wat ik gezien heb. Achter nog wat filtersysteempjes, luchtbehandeling. Dit vind ik echt het gaafste wat er is, dat je zo onder het golfslagbad gewoon door kan lopen. Nog niemals gezien. Ja. Stroomversnelling. Erg. Heel apart. Nog leuker te maken, we gaan nu direct naar onder de glijbanen. Dat zijn deze hier. Hier kun je gewoon onder de glijbanen lopen. Zie je dat? Grappig. Niemand gezien. Nog nooit gezien, bedoel ik. Stop. Niet normaal groot. Oh, we gaan er zelfs onderdoor. Nou, daar gaan we. Nou ja, ik weet niet of jullie het goed horen, maar daar is het jacuzzi en dit is het golfslagbad. Grappig. Leuk om te weten. Ze zien maar, ze komen overal. Kijk, hè, ze komen overal. Dat is activiteitenpool en dat was nog een andere. Oh, die zit daarvoor met die klimband. Mooi. Grappig hè Chris, dat je zo alles kan zien hè. Dan krijg je zo... Oh, dan kun je er ook onderdoor. Nou, dit is dan als je binnenkomt. Activiteitenpool. En hier boven dan... zit de badmeester. Grappig hè? Hier hebben ze echt rekening gehouden met de bouw, dat je er nog onderdoor kan, alles wegwerken. Ja. Niks hoeft apart te lopen. Alles kan gewoon zo rond. Hier is dit kleine weg, waar de groene rutsje weg is. Dat is dat. Dit is het kleine bad van waar de groene kleibaan uitkomt. Ja, waar die familie kleibaantje uitkomt. Dat is deze. Heel apart.
je moet het maar net allemaal weten, hè. Dan komen we bij het andere gedeelte af. Je ziet voor de circulatie. Ja. We blijven steeds circuleren weer. De andere paden blijven steeds circuleren. Ja. Hier oben drüber is jetzt Kinderbecken und Waterplayhaus. Oh. We zijn jetzt genau onder. Om het goed te maken, we zitten nu onder het kindergedeelte. Dus Waterplayhouse en dat soort dingen, dat is allemaal hier. Ja. En iemand die had nog een strandbijtje zoekt, dat ligt hier. Een paar kussentjes. Kijk, daar hebben we weer zo'n luikje. Je moet heen kijken. Nu zie je toch dat het water in de buffer zit. Mensen, je weet hoe het werkt. Chris, ook even kijken. Ja, heel apart. Dat is toch mooi zo. Oh, we hebben begonnen bij de vissen en dit is de onderkant van de vissen. Dit is allemaal voor de visruimtes. Nog heel apart. Als je dan zo kijkt naar die kant. De complete oppervlakte van de onderkant. 3 voetbalvelden. Dus dan kun je nagaan hoe groot het is hier. Dan zijn we weer aan deze kant. Eens kijken waar we nou heen gaan. Voor onze thumbnail gaan we even terug naar beneden. Want we zijn van beneden weer naar boven gegaan. Maar we moeten even een foto maken. Anders dan komt het niet goed. Dan zijn we hier. Bij de start. Kijk, hier kun je een mooie foto maken. Dat willen mensen zien. Zo. Ja. Hier komen ze. Zien de mensen direct wat het is. Zo. 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 Dat direct. Dit is de vuilwaterinstallatie. Hier gaat eigenlijk al het vuile water in. En die gaat naar beneden. Nou. Mensen, dit was hem weer. We gaan buiten de vlog afsluiten. Laten we even onze mening weten. Ja. Gaan we doen. Nou, terug bij af. Dan gaan we weer naar buiten. Nog een laatste haaienfoto, Chris. Mooie plekje dan staat niet. Dus de visser vond hij zelf niet interessant om te laten zien. Ik zei ja, maar voor onze kijkers was er wel interessant natuurlijk. Hè? Ja, hij liep er wel snel door, maar bij de visser. Maar ja, we hebben wat opgehouden. Ja. Dus, maar goed, jullie hebben het gezien, de aquariums, de achterkant ervan. Dat was Chris in een wensje om dat even te mogen. En er komen nog visjes bij in dat losse aquarium. Ja, er komen wat meer gekleurde vissen bij voor de kinderen. Ja, meer actie. Ik vond het trouwens zeer interessant wat ik allemaal zag. Het is best wel groot. We hebben natuurlijk wel 1 of 2 grotere gezien dan deze. Maar het unieke van deze, wat ik zelf vond, is dat je ook nog onder alle baden door kan. Dat wel, ja. Dus dat ze alle buizen van de onderkant eigenlijk op de baden hebben gezet en niet in de grond hebben. Of van de zijkant hebben. Ja. Dat vond ik wel uniek. Dat is wel apart, hè? En je kunt hier overal nog bij komen als het kapot is. Dat is wel zeer uniek. Hij zegt, als het ook kapot gaat, staat alles onderkant onder water. Ja, dat kennen we. Oh ja, dat zijn verhaaltjes die wij wel kennen. Iemand op verkeerde knop drukt of zo. Als iemand op verkeerde knop niet duwt, dat loopt wel eens een bad leeg. Maar ja, ik vond het zeer interessant om te zien. Ik hoop dat jullie het ook heel interessant vinden. Laat het alsjeblieft hieronder in de reacties weten. Want het is eigenlijk speciaal voor jullie opgenomen, omdat er veel vraag naar was naar een... achter de schermen video, vlog video, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Dus dat hebben we nou gedaan. En mensen, bezoek hem zelf, hè. Want van boven is hij mooier dan beneden. Dat sowieso, ja. Maar beneden is hij groter dan boven. Maar het is wel onvoorstelbaar wat er allemaal uitkomt als je beneden in de filters kijkt. Want het is
als een schoon zwembad, dan kun je eigenlijk niet voorstellen dat het zoveel... Ja, viezigheid, hè? Viezigheid. Dus oorbellen, zakken klikken. Oorbellen, ja, kettingjes. En dat wordt allemaal uit grove filters gehaald. Ja. En dan krijg je een grove filter, fijne filter. En dan gaat het naar de grotere blauwe potjes toe. Ultraviolet, ja. Ja, dat is als laatste. Eerst gaat het, dan wordt het gefilterd in de blauwe, wat je zei. Die grote filterinstallaties. En dan gaat het ook door de ultraviolet. En dan heb je in de buffers hebben jullie ook waarschijnlijk op beeld gezien. Daar zit dan al het schone water in. En vanaf het schone water gaat het terug in het bad. Het brandt. En vanuit het bad gaat het terug naar de filters. Naar de kelder. En dan heb je de circulatie. Ja. Een cirkeltje rond het bad. Ja. En je hebt gehoord hoe groot het was. Er kunnen 3 voetbalvelden in. Dus mensen wat voetballen kunnen hier een lol op. Ja, tussen al die dingen door. Denk ik. Ja. Ik ben niet goed. Nee. Maar mensen, nogmaals bedankt voor het kijken. Lekker mooie duim omhoog. We zien jullie in de volgende video. En voor de TikTokers onder ons. Wij zijn ook op TikTok. En daar komen wij ook af en toe wel live. Hè? Dus, ja, tegenwoordig af en toe live. Ja, dus als jullie ons volgen op TikTok, ook heel leuk. Misschien gaan we hier even live. Ja, zullen we dat even doen? Zullen we even live op TikTok gaan kijken hoe het is? Dat kan. Ja. Of val je liever live op YouTube? Dat mag ook. Zullen we eerst YouTube doen, dan kijken of we TikTok andere laten? Want we hebben meer kijkers natuurlijk op YouTube. Ja. Maar op TikTok zijn we ook regelmatig te vinden. En er komen ook leuke dingen op. Posten we ook leuke dingetjes op. Dus abonneer daar ook. Het is AMF Vlogs NL. Dus nogmaals, laat een reactie achter. Tik een duim in omhoog. En wil je nog meer video's? Laat het ook weten. Dag mensen, tot de volgende video. Volgende video. Doei.